Wat hebben we geleerd vandaag? Nog een basisveronderstelling. De kaart is niet het gebied. Ja. Mensen die mij wel volgen, die weten dat deze eigenlijk ja, bijna de basisaxioma is voor elke COVID van hè, de paradigma switch. De kaart is niet het gebied. Hè, dus de bril die je op hebt, beïnvloedt heel fel de zaken die om jou heen gebeuren. Deze basisveronderstelling is een heel krachtige, omdat... ik dacht dat er een COVID ging tussen zitten. Omdat dit een hele andere kijk brengt, ook op vorige ervaringen. Dus als ik bijvoorbeeld... Of als jij bijvoorbeeld een conflict hebt, een bepaalde situatie die volledig escaleert is. Hè, de communicatie is de feedback die je krijgt. En je bent daar fel in meegegaan. Daarna ontdek je eigenlijk dat die persoon wat tegengekomen was. Of dat die het zo, datgene jij gezegd had, zo binnengekomen was. Waardoor hij heel fel reageerde. Want die was er al een keer tegengekomen. En die heeft er eigenlijk wel een trauma in opgedaan. Dan gaat er opeens... Hè, een wake-up call zijn aan jouw kant. En ga je zoiets, opeens staat alles in een ander perspectief. En ga je het ook anders gaan bekijken. Een tijdje geleden heb ik zo'n ervaring gedeeld rond de bestelling van slaatjes. Waarin dat ik heel fel in een tunnelvisie principieel een bepaalde strijd aan het voeren was. En dan doordat het dan geëxplodeerd was, opeens toch de kijk van de andere kant zag. En het feit dat die eigenlijk ja, bijna mijn verlies moesten draaien bij de online verkoop. Maakt opeens dat het gebied iets totaal anders geworden is. Als je altijd ervoor open staat dat het anders kan zijn dan dat jij denkt, dan ben je een hele stap vooruit in ervaringen en tegenslagen. Omdat je dan, op het moment dat iets echt misloopt, of liefst ervoor natuurlijk, maar zeker als het misloopt, als je op dat moment een keer, twee keer nadenkt, die andere probeert te begrijpen, die situatie probeert te begrijpen, en probeert het gebied vanuit de andere zijn kaart te gaan bekijken, dan ga je zeker, 200% zeker, tot nieuwe inzichten komen. De conclusie kan nog altijd zijn dat met een bepaalde persoon ja, het samenwerken zo geen goed idee is, maar je gaat op zijn minst beseffen dat die positieve intentie, die kaart waarvan dat hij aan het vertrekken is, dat die ook wel zijn waarde heeft, en dat die visie er ook mag zijn. Het gebied, ja, het is heel subjectief, het gebied. Het gebied op zich is objectief, maar iedereen heeft zijn eigen kaart om naar te kijken. Dus ik vind het dit een hele krachtige, en het is echt COVID in het geheel. Alle zeven eigenschappen gaan erover dat het kaart eigenlijk niet het gebied is. En als je openstaat dat er andere kaarten bestaan over dat gebied, die een ander traject gaan tonen, en nogal eens ook een mooier traject kunnen tonen, dan ga je het totaal anders omgaan met je volgende uitdaging. Dus ik zou nu zeggen, als je in jouw brein vandaag even de snelle conclusie getrokken hebt rond een bepaalde persoon die iets gedaan heeft, of een ervaring die je had op straat, als je dan even reflecteert van, tja, eigenlijk met welke kaart zou die persoon aan het werken zijn? Hoe keek die naar de situatie? Welke achtergrond zit er daar eigenlijk? Dan ga je verrassende ontdekkingen doen. Wat eigenlijk ook wel weer leuk is om jouw dag te vullen. Dus ik zou vandaag zeggen, de volgende keer dat je door het gebied wandelt en je komt iemand tegen en het loopt, zelf het loopt goed, denk eens na van welke kaart zou die persoon hebben? Van welke vooronderstellingen vertrekt die eigenlijk? Veel succes. Het is sowieso ook een uitdaging. Maar de deze is meer op een metaniveau in de zin van weet dat er paradigma switches zijn, weet dat er op verschillende manieren naar dingen gekeken worden en de manier dat personen naar dingen kijken is op basis van hun opvoeding, op basis van dingen die ze meegemaakt hebben, op basis van bijvoorbeeld zelf gewoon een slechte nacht gehad hebben en dus wat moe zijn of je suikerspiegel is te laag waardoor dat je eigenlijk te fel reageert, waardoor dat je eigenlijk een andere kijk hebt op een situatie. Dus... ja, dat is wel een hele mooie veronderstelling ook. Ga er zeker mee aan de slag vandaag. Paradigma switchen, het is een van mijn favorieten. En het is eigenlijk de essentie van het COVID-traject. En de essentie van Chromie Coach in het geheel, alles rond hoogbehaafdheid. Dat gaat niet gewoon over een slimme zijn. Dat gaat over zoveel andere mooie dingen
die een hoogbegaafde tot een hoogbegaafde maakt, los van het label, maar in zijn identiteit, als je je op bewust bent van wat er alle mooie variaties van kleuren die er aanhangen aan die hoogbegaafdheid, dan ga je daar een heel andere kijk hebben. Je hebt opeens wel een heel andere kaart over het gebied. Veel succes!